We zijn hier op de kop van de Oude Huizer Haven. Hier is in de afgelopen jaren het Nautisch Kwartier ontwikkeld. Wanneer je hier rondwandelt, zul je je wanen in een Zuiderzeedorpje. De gebouwen zullen je doen denken aan de 19e eeuw. Onze werkzaamheden waren hier het schilderwerk van het exterieur en het interieur. Voor het exterieur waren ze het schilderwerk aan het gevelmetselwerk, het gevelhoutwerk, de houten kozijnen, ramen en deuren, dakkapellen. Het interieur hebben we ook hier verzorgd. Het gaat hierbij ook om het houtwerk, het sauswerk van de wanden en van de hotelkamers hebben wij ook het behangwerk verzorgd. Dit project zou de Nationale Schildersvakprijs moeten winnen, omdat wij samen met de opdrachtgever Vos & Theuwissen, de ontwikkelaars VOF De Vrijheid en samen met Bouwman Coatings uit Huizen niet alleen maar hebben geschilderd aan dit project, maar ook in nauw overleg de kleur hebben afgestemd en de productkeuze hebben bedacht. Dit maakt het Nautische Kwartier voor ons een heel bijzonder project waar we als ondernemers ontzettend trots op zijn.